Munsterman, jullie staan hier met Twente. Eerste speeldag, Women's Benelink, derde seizoen. Hoe is het gelopen vanavond in Leuven? Ja, ik denk dat we wel tevreden kunnen zijn achteraf. Als je met 6-1 wint hier, dan, dan doe je waar je voor gekomen bent, denk ik. Hoe zie je het seizoen met Twente? Want jullie hebben 2 keer gewonnen de Benelink. Is dit nu het derde seizoen opnieuw voor de titel? Ja, ik zie het heel positief tegemoet. Ik bedoel, als we nu 2 keer hebben gewonnen, is het natuurlijk wel een hele grote uitdaging om het nog een keer dat te doen. Maar ja, ik heb wel heel veel vertrouwen in dat het gaat lukken. Ja. Volgende dinsdag hebben jullie al onmiddellijk een topwedstrijd, ja. Ajax thuis, in het stadion. Ja, dat is natuurlijk de mooiste wedstrijd van het seizoen misschien wel voor ons. Dus vanaf morgen gaan we daar weer ons op richten. Is dat ook de belangrijkste match? Want Ajax wordt gezien als jullie grootste concurrent in Nederland. Ja, ik denk dat het nog te vroeg is dat het de belangrijkste wedstrijd is. Kijk, Sanda en Ajax zijn allebei concurrent van ons. Dus natuurlijk is het een hele belangrijke wedstrijd. Dus we gaan gewoon proberen te winnen natuurlijk. Iedereen kijkt naar jou omdat je de dochter bent van Joop, je vader, die voorzitter is. Hoe voelt dat aan om zo te spelen? Ja, ik eigenlijk al van kleins af aan gaat het zo. Dus ik ben dat eigenlijk al zo gewend nu eenmaal dat het heel normaal is geworden voor mij. Jij houdt daar geen rekening meer mee? Nee, absoluut niet. Nooit gedaan. Ja. Hoe is het dan voor je vader? Want gisteren was Twente in de Europa League tegen Karabach. Twente wordt uitgeschakeld. Is dat een harde domper dan in de familie? Ja, tuurlijk. Dat doet pijn eventjes. Hè. Maar we weten ook gewoon dat de competitie ook belangrijk is. Dus gewoon richt op zondag Feyenoord. Mm-hmm. En dan met Twente. Jullie spelen ook nog tegen PSG. Mm-hmm. Europees. Ja. Een mooie affiche alweer. Wellicht heel veel volk ook in het stadion, hè, in Twente dan? Ja, ik hoop het wel. Ik hoop dat ze net als vorig jaar duizenden mensen naar het stadion komen. Net als gewoon een piek. Mm-hmm. Dan die ons steunen, dan het zou wel helpen. Ja. Wat is voor jou je grootste droom in het vrouwenvoetbal? Ooit met Oranje op een WK terechtkomen misschien? Ja, natuurlijk is dat de grootste droom. En kan dat misschien al volgend jaar? Of, Ja, je moet altijd hopen dat het kan. Dus ik doe gewoon mijn best en dan zie ik het wel. Oké, dankjewel. Veel succes. Dankjewel. Dankjewel.